Als ik ooit van mijn leven een tv-zender zou brieten, zou ik deze 5 acteurs gaan gebruiken. Pfeff, Sean Dond. Waarom niet? De reden waarom? Kennen jullie vast wel door naar de volgende acteur die ik in mijn serie zou stoppen. Goed, en de volgende, Stan van Samanje. Hij zou ik ook gewoon een roltje geven in mijn film. Waarom niet? Hij is een hele mooie cameraman ook. Ja, ik wil een hele goede cameraman. Met een goede ster, hij gaat van iedereen. Van mijn toekomstige, ja. Alle mijn acteurs natuurlijk sterren zijn, ja. Die hebben we van Stan van Samanje allemaal al gezien. Door naar de volgende acteur. Wie zou dat zijn? Jullie komen er nu achter. De volgende acteur moet natuurlijk ook inkomen. Peter van de Veere. Iedereen. Nee, Peter van de Veere, ook iemand. Die goed is met de camera. Goede stem ook. En hij heeft een rat, ja. Wie wil er nu niet aan zijn rat komen draaien om dan mooie prijzen te winnen? Er zijn geldprijzen en een van de prijzen gaat zijn een mooie foto van Peter van de Veere. Door naar de volgende acteur. En dat is persoonlijk mijn favoriete acteur. De VRT had hem nooit mogen ontslaan. Allee, België gaat nooit zo'n goede acteur vinden. Door naar de volgende acteur. Sommigen weten al wie het gaat zijn. En dan hebben we natuurlijk mijn favoriete acteur aller tijden, ik zeg het u. Dat was echt mijn lievelingsacteur. Al van zo, toen ik klein was, ging ik op naar hem. Echt goede series. Het gestarte Power 4 tot de zoveelste mag, ik weet niet meer. En de Biker Boys. Mijn favoriete acteur. Alleen, dat is de grootste fout die de VRT ooit heeft gemaakt door hem te ontslaan. Ik zeg het u. Ik was echt verdrietig toen dat was, want dat was gewoon mijn favoriete acteur. Door naar de volgende, ook een pareltje hoor. De volgende acteur, Guy van Zanden. Dit is toch weer een kerel. Over Guy van Zanden heb ik trouwens een hele goede mop. Wat staat er op de nummerplaat van Guy van Zanden? Alleen maar kinderen toegaat. Nee. Ik heb eens een filmpje gezien van hem. Ja, die is nog erger dan Gio, hè. Dat kan dus echt niet. Die kinderen waren 9. Geen aanrader. Ja, maar ja, Guy van Zanden zou ook een hele mooie rol krijgen in mijn film. Ook al vond ik hem niet echt zo'n goede acteur. Maar ja, wel, hij past slecht in het concept van de zender en de genre van series waar ik naartoe wil. Dan komt er nog één acteur. Het is echt een acteur, maar hij hoort er wel bij. En ik ga hem een topacteur maken. Deze moet ook niet ontbreken. Onze Albert in tweede, die heeft overal kinderen. Ik zit echt te wachten op het moment dat hij een oudere zoon gaat hebben dan Filip. Dan wordt die gast opeens koning. Ja, dat zou toch grappig zijn, hè. En met een Albert zou ik een topacteur maken op Pens TV. Als ik ooit een serie zou hebben, ooit een tv zou hebben, hè. TV zender, als ik er ooit eigenaar was, zou ik gewoon Pens TV gewoon... Stan van Samang, Peter van de Veere, Albert, Guy van Zanden, Bart de Pauw. En Sean Domtein, Peter van de Veere, ja. Doei, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Like, abonneer als je het nog niet gedaan. Doei.